zijn hier op ons akkerbouwbedrijf aan de Vijfhuisterdijk. Het is een bedrijf van 100 hectare in eigendom en we huren nog 15 hectare aardappelland erbij ieder jaar. Ik heb het bedrijf samen met mijn vrouw in maatschap en een zoon en dochter. Die werken als het mogelijk is vanwege de studie, werken ze mee. En die hebben er beide ook heel veel zin in om eventueel met het bedrijf verder of iets anders in de akkerbouw. Gelber die zit in het derde jaar van de HLS, studierichting akkerbouw, tuinbouw doet hij. En Teunis die gaat straks hetzelfde doen, dezelfde richting op. Teunis die was een klein jongetje nog. Zodra hij kon lopen zeg maar, wist hij eigenlijk al dat hij boer wilde worden. En die is met groen geel bijna opgegroeid, dat is een klein jongetje al. Het speelgoed dat, staat nog in de kast, te mooi wezen, nou, maar er is heel wat mee afgespeeld. En vroeger hebben we wel andere merken gehad, maar dat is min of meer een samenloop van bedrijven die overgenomen worden en personen die je kent. Uiteindelijk zijn we bij John Deere uitgekomen. Ik vind het een vooruitstrevend bedrijf. Vooral de contacten in Berlekum kun je goed merken. Maar ook de mensen die erboven staan, zeg maar, die weten drommels goed wat hier speelt, heb ik het idee. Dus we zijn er blij mee.